Voor mij gaat Tweede Zit over 6 kotgenoten. Die door het studentenleven en samen op kot te zitten, van alles meemaken en een nieuwe wereld gaat openen en experimenteren. En... Ja, uzelf willen vinden of goed in uw vel willen zitten, hoe ga je dat doen? Zo dat. En niet direct vinden, vooral. Ik denk dat de essentie wel volwassen worden of zoiets. Het vertrouwde leren lossen en het onvertrouwde leren omarmen en verkennen. Ja. Groot worden eigenlijk. Eigenlijk groot worden. Ik speel Noor, een meid dat denkt dat ze het wel weet, maar... Mijn personage is Nico. En Nico is een non-binair persoon. Ik speel Lucas. Die wordt helemaal overdonderd aan nieuwe impulsen en prikkels. Ik speel zijn vriendin Lotte. Hij is een heel zacht, lief, lichtelijk naïef meisje. Amy knows what she wants and she knows how to get it. Sam is sowieso de meest introverte, schuchtere van de 6. Maar tegelijkertijd is die ook wel assertief. Maar ik denk dat dat vooral een muur is om zijn onzekerheid en zijn gebreken een beetje te verbergen. Ja, dat is wat het is. Het is vernieuwend. Ja, het is vernieuwend. Omdat wij heel veel taboes bespreken, denk ik. Wij kaarten heel veel dingen aan dat nog niet zo heel veel op tv is geweest. Er zitten weinig filters op. Het is echt heftig. Kansen en herkansen. Rollercoaster. Ontplooiing. Eerlijk. Trippy. Intens. Lustige, experimenterende jongeren. Bierfeesten en poepen. Ah, mooi. Vind ik poëtisch. Heel schoon. Ja, dat is echt wel iets anders.